Dag kijkers en luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering van TBN Jepide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. U daar, middels uw donaties, helpt u heel veel mensen die hulp nodig hebben, mensen die in nood zijn. U daar met uw financiële bijdragen zorgt ervoor dat mensen daadwerkelijk hulp krijgen. We zijn u allen namens TBN Jepide, Stichting Jepide, dan ook heel erg dankbaar daarvoor. Ik zei het al, gloednieuwe aflevering van TBN Jepide, tweede voor het jaar 2021. En onze dank gaat uit naar Venetia Slijterij en Supermarket. Ja, Venetia Slijterij en Supermarket voor hun levensmiddelenpakket en ook nog kippenboot. Heel hartelijk dank voor uw donatie. Onze dank gaat verder uit naar de vierjarige Samaira Roman. Samaira die is er op 15 januari 2021 vier jaartjes jong geworden. En het kindje die heeft een paar gezinnen willen blij maken. Onze hartgrondige dank aan Samaira Roman. De felicitaties en dat ze groot en sterk mag gaan worden. Vooral ook heel erg gezond. Daarnaast hebben zij ook nog, heeft Samaira uit haar spaarcentjes vier enveloppes gedoneerd. Dankbaar zijn wij aan Samaira Roman. Onze dank gaat verder uit naar Jules van Groep NV. Jules van Groep die ons altijd blijft ondersteunen. Onze hartgrondige dank voor de pakken of dozen kippenboot welke Jules van Groep NV gedoneerd heeft. Onze dank gaat verder uit naar een familie die anoniem wenst te blijven. Zij hebben levensmiddelen rijst gedoneerd. En het gaat in deze om een jarige op 6 februari, 60 jaar oud. Nogmaals, een familie die anoniem wenst te blijven, die heeft er levensmiddelen rijst gedoneerd. En dat allemaal in verband met de verjaardag op 6 februari, 60 jaar oud. Heel veel kijkplezier naar TBN Jepide. De reden waarom we mevrouw Meina Wati Sitaram bijna op straat de donatie geven is vanwege het feit dat de straat of weggetje naar haar huis helemaal onder water is, als ook haar erf. Maar u krijgt zo meteen, of u ziet de beelden ook van haar leef- en woonsituatie. En zo geven wij dan aan mevrouw Meina Wati Sitaram dan een donatie van de jarige die op 6 februari 60 jaar wordt. En dat is dan een tas met levensmiddelen en ook nog een pak rijst van 5 kilo. Van Jules van NV krijgt zij een pak kippenboot. Ja, van Jules van NV een pak kippenboot. Van de heer Lala Boudram, ja, de heer Lala Boudram van de Frederica Straat, nummer 33, krijgt mevrouw Meina Wati een enveloppe met 500 SRD, alstublieft. En van een andere mevrouw, John Anoniem Mangeri, op een naam naar Mangeri TVP, maar op een deel separat huil van deze mevrouw, krijgt een enveloppe met 300 SRD. Mevrouw Meina Wati, donateurs, kekus matebolle. Meneer Kinnis Bhai, hem dit na donateurs zijn, dit na hè, hem sub kukke behoed behoed dan baat bolila. Hem behoed behoed blij baati, kitlo a chaili hem rakhat kuchu dit na. Mane yen hem de donale pari hoor hè, maar kitna moeis paisa bhaat hai, chitna mane, hem sub kukke behoed behoed dan baat bolila. Hem a parasi dekno hoa, sub iddam se dubal. Tani chorkas ke paani aade sub ghar mein aajar.
हम से एक अनार बोली से कि जानी घर और खोज के जाए के इतना महंगा सब चीज हम कहां इतना पाई पैसा मने देना ना हमें देख हमार गोरो देखे कितना फूलल है देख तो ये देख सब रात के अपना सूत पाएला दे एकर भी देख एकर बोर में देखे कितना घाव निकल आएगा दे ये सब में परासी बहुत खराब बोले कि एक अनार बोल से घर खोजे के पूरे से तो हम बोली अब कहाँ जाए कहाँ पाप 1500 एक महीना भर के तो क्या हम लोग के शिशवा मार आदमी मर गए छौड़िया के भी है हेल्प ना है ओके को बेटुआ भी है पोछे के केकरे घरे जाबे हम कोई ना है मफरा माइना वती फर्टेल दस टेन एर्स्ट ब्रेंग सहार डांक uit aan alle donateurs van wie ze wat heeft gehad. En daarna vertelde zij over haar woon- en leefsituatie. Het is in feite een huurhuis waarin ze woont, maar al geruime tijd heeft ze van de eigenaar gehoord dat ze in feite nu al moet uitkijken naar een ander huis. En dat geeft ze aan, waar ga ik 1500 SRD vinden, want dat zijn de bedragen die nu gevraagd worden voor huurhuizen. Waar ga ik dat vinden om allemaal te kunnen betalen? Dus dat is waarmee mevrouw Meina Wati, haar dochter en kleinzoon mee zitten, een dak boven het hoofd. Ze weten niet hoe ze verder moeten, maar dat de leef- en woonsituatie daar ook niet helemaal hygiënisch is. Ook mevrouw Yetu krijgt er een van de donaties van de persoon die op 6 februari 60 jaar wordt. Deze persoon wenst anoniem te blijven, doneert levensmiddelen en ook nog een pak rijst van 5 kilo. En dat is er allemaal hier. Verder krijgt zij een pak kippenbout van Julfen NV, Julfen Groep NV. Die doneert er. Dan ook een pak kippenbout van mevrouw Sophie. Ja, mevrouw Sophie in verband met verjaardag. Een enveloppe met 300 SRD, alstublieft. En dit is er voor namens een mevrouw die anoniem wenst te blijven. Deze mevrouw die doneert er ook in verband met haar 72ste verjaardag. Ook voor mevrouw Yetu. En van kindje Samaira Roman, die op 15 januari van dit jaar 4 jaar is geworden. Uit haar spaarcentjes heeft Samaira dan ook gedoneerd. Een enveloppe met 100 SRD voor mevrouw Yetu. Je na donateur, hè? Kusmate bolle? Oh, molly, je pakket op je jaiba, ook al behoed dan wat je. Oh, je pakshaiba, paisua, markati. सबके बहुत धन्यवाद बा हमार हमार कंठी से बस हमें फिकर है तनिक से कुछ हमार बहुत से बहुत धन्यवाद है सबके और हमार जे पकड़ पे जाए बा Dank aan alle donateurs die de enveloppes met financiën hebben gedoneerd. Dank aan alle donateurs voor de kippenbout, levensmiddelen, rijst. Dat namens mevrouw Yetu nogmaals aan alle donateurs. Nou, het bejaarde echtpaar Sabayo, oom en opa Sabayo, die kregen dan ook een donatie. En de donaties die komen van Jules van NV, die doneert dan kippenbout. We hebben Samaira Roman, oma, is een kindje, een kindje dat 4 jaar oud is geworden. Van haar krijgt u dan levensmiddelen. En van een andere donateur krijgt u dan een zak rijst van 10 kilo. U krijgt verder van mevrouw Sophie in verband met verjaardag. Een enveloppe met 300 SRD, alstublieft. Van een andere mevrouw die anoniem wenst te blijven. Zij heeft het ook gedaan in verband met haar 72ste verjaardag. Ook van deze mevrouw krijgt u een enveloppe met een geldsbedrag. En van mevrouw Irene Sarju. Ja, mevrouw Irene Sarju krijgt u een enveloppe met 200 SRD. Een aantal donateurs. Oma, wilde u wat zeggen? Ja, zo. Meer bedankt. Me bedank den gadusagi den krakti kosantheid
Sagide wij zei de Sagomorofar, Abu Atisade Abi, de Yepua Potisuma. Ik me ben aben breed mina ben actioneer, omdat die mekiswam tien afi, minimum bij notinangai, next minimum. En de migrant tien jaar me concha, maar eens refi, en de man kom, bekamus bij was zo jurutu. Ja. En de mij dankbaar voor deze wat die zijn al in Sandisco. Mij bedankt den. God is a bless den. Als ik de kraktik van zo'n twee zeid, de Sagomoro Fara. En u toe, abo ati san u abi, naga u man. De eme kwellum. Als ik de kraktik van zo'n tijd, on Sagomoro Fara in alibi. Bika we ne libi voor is er, we libi voor abi die man alok toe. Ja, en als al ook alle sommige die een duwboom, sommige duwboom, den gofen boom. Ja, en zo met dat nanga om. Vooral je dat is, God go bless you, ja, God go save you, je nanga ama voor je. I go save you. En de sommige die een, zijn wamtinko, nyanyang nanga wamtinko broeka. God is a bless them. Als ik de gezondheid. Krachtig, de Sagomoro Fara, Nina Grontapo, die ze. We kunnen niet meer voor Israël, we hebben voor Abigima Alochtu. En zo, me bedank alle summa. Me bedank de. En dan, op 5 broek zal ik zijn gemeen, me bedank de. Tena Gadu. Zo, en u. Abu Atisa, u Abi, Asu, je wakago. God is ook heel krachtig gezond. Als ik een kleeuw ben, ben ik niet in de opzending. Veel ik je gewe en veel ik je gewoon voor de sibaka. God is ook bless you. Dank u wel, oma. Dank u wel. Vanisha Slijterij en Supermarkt die doneert er ook wat pakketten en zo kunnen wat gezinnen blij maken met levensmiddelen, rijst en een pak kippenboot. En ik zei het al, dat komt van Vanisha Slijterij en Supermarkt. Verder krijgt meneer Goudoun van Erik en Hamida Sorab Khan. Erik en Hamida Sorab Khan een enveloppe met 300 SRD, alstublieft. Verder is er ook nog een enveloppe van een heer die anoniem wenst te blijven. Ja, een heer die anoniem wenst te blijven, alstublieft. En ook nog van mevrouw Abi, ze is jarig geweest, 60 jaar. Door mevrouw Abi, 60 jaar, ook een enveloppe aan meneer Goudoun. Kusmate bole, meneer Goudoun, wanneer je slijterijke aan ik kon doen natuurlijk? Ja, wanneer je slijterijke aan ik kon doen natuurlijk? Ja, wanneer je slijterijke aan ik kon doen natuurlijk? Ja, meneer Goudoun laat Vanisha Slijterij van harte bedanken voor de donatie die hij heeft gehad en geeft aan dat hun inkomen ook verder mag bloeien, mag groeien en ook de overige donateurs worden bedankt door meneer Goudoun. Gezin Karamat, die krijgt er van Vanisha Slijterij en ze hebben ook een supermarkt, krijgen van Vanisha Slijterij dan levensmiddelen, een zak rijst van 5 kilo en ook nog een pak kippenboot. Dat is namens Vanisha Slijterij. Van Vishal Sadlu en Divya Juraven. Vishal Sadlu en Divya Juraven krijgen zij, omdat het hier gaat om een gezin met kinderen, kleine kinderen, krijgen zij ook nog een pakket van Vishal en Divya. En dat is dan ook saaf, bruine bonen, olie en ook nog een zak rijst van 5 kilo. Verder krijgt de heer Karamat door mevrouw Abi. Deze mevrouw is 60 jaar geweest. Mevrouw Abi, 60 jaar. Alsjeblieft een enveloppe, meneer Karamat.
van een mevrouw die anoniem wenst te blijven. Ja, van een mevrouw die anoniem wenst te blijven, krijgt u en uw gezin ook een enveloppe. En van het echtpaar Erik en Hamida Sorab Khan. Erik en Hamida Sorab Khan krijgt u een enveloppe met 300 SAD. Wilde u, meneer Karamat, iets zeggen aan de donateurs? Ja, maar ik ken het, maar ik wil u verzoeken. Als u kan me helpen. U mag ze gewoon in één keer bedanken. Ik bedank iedereen bij Guinness die die pakket voor mij heeft gestuurd. Hartelijk dank aan God zal hen met alles beschermen en heel geluk aan hen geven. En een zegende nieuwjaar ook. Ik, en hier, ik wil familie Hassan. Erik en Hamida Sorab Khan. Ik wil Erik en Hamida ook sukuria zeggen. Dat Allah Ta'ala zal hen voor wat hij gestuurd voor mij. En envelop Allah Ta'ala zal hen alle beloners vervullen. En alle wensen van hen vervullen. En ik heb ook een envelop gehad van anoniem. Ik weet niet wat moet ik zeggen, mevrouw of meneer. Wie. Dat is een mevrouw. Ik wil die mevrouw hartelijk dank zeggen. Hartelijk, hartelijk dank. Ik zal goed voor mij en voor mijn kinderen besteden. En hier heb ik... Abi, mevrouw Abi. Die 60 jaar is. Hartelijk gefeliciteerd. En gezonde jaar naartoe. En nog hartelijk dank bij Guinness. En ik wil ook TBN ook bedanken. En aan u ook bij een cameraman ook. Dank u wel. Ja. Ja, graag gedaan. Hoor. De donatie van Venetia Slijterij geven wij ook aan meneer Hermes. En van Venetia Slijterij en Supermarkt krijgt de heer Hermes rijst, levensmiddelen en een pak kippenbout. Dat dankzij de complimenten van Venetia Slijterij. Van Erik en Hamida Sorab Khan. Erik en Hamida Sorab Khan. Een enveloppe met 300 SRD voor meneer Hermes. Van een mevrouw die anoniem wenst te blijven. Ja, een anonieme mevrouw. Ook een enveloppe. En van een ander persoon die eveneens anoniem wenst te blijven. Een enveloppe met 200 SRD. Alsjeblieft, meneer Mees. Venetia Slijterij. Haar econdonateurke. Kusmate bolle. Ha, maate bolle. Venetia Slijterij. Ke joan deze. Bahut mooi sabeb deze. Bahut barka dhanbaat he okar. Isne banar. Aar isab joan deze tina ho. Envelop paili. Ohu loke bahut dhanbaat. Ohu loke chahi ga isne. गरीब दुखियाक देखे का माली इंसान दे बाटी और अकेलो आगे पीछे कोई ना है अकेले रहिला बड़ा हेवी पर हम तो काम हम ना कर पाएला बहुत हेवी पर जीवन चलाया मैं जब मिल जा है तो दवाई दतरा टैक्सी के जाई के ले सकेला Meneer Ramees brengt zijn hartgrondige dank uit aan Venetia Slijterij voor zijn donatie of voor haar donatie, maar ook de overige drie donateurs voor hun enveloppes. Meneer Ramees geeft aan dat hij alleenstaand is, alleenwonend is en hij moet het doen, hij kan niet werken, dus hij moet het doen met de sociale bijstand, maar dat is lange na niet voldoende. Dus de donaties die hij dan krijgt, daarmee kan hij een eentje verder. Bijvoorbeeld als hij naar de dokter moet, heeft hij geld voor de taxi en voor medicamenten. Vandaar zijn dank dan aan alle donateurs nogmaals, van wie hij dan wat ook heeft ontvangen. Ook meneer Mahinder krijgt er van Venetia Slijterij. Ja, Venetia Slijterij, die doneert er levensmiddelen, kippenbout en ook nog een zak rijst. En zoals u kunt zien, meneer Mahinder, die is in een rolstoel en daarnaast heeft hij ook zijn beide benen niet. Vandaar dat we de donateurs dankbaar zijn dat zij ook meneer Mahinder gedenken. En zo krijgt hij dan van mevrouw Sahiden Magdumbaks Haider.
16 januari 2021, 90 jaar oud. Haar zoon Humphrey McDumbaks doet de donatie. Bedrag van 500 voor meneer Mahinder. Meneer Mahinder, alstublieft. En van Stefano Stolk uit Nederland. Ja, van de heer Stefano Stolk uit Nederland krijgt u ook een enveloppe met een geldsbedrag, alstublieft. Wilde u wat zeggen aan de donateurs? Ja, dank u wel voor de donateurs. Die hebben me geholpen in zo'n situatie hoe ik ben. Mm-hmm. Ik kan zelf bijna niks kunnen doen. Al, hoe moet ik zeggen? Veel, dus dit helpt u heel veel? Veel, ja, heel veel. Ja. Goed, meneer Mahinder, dank u wel. Ja, heel veel succes of heel veel plezier hiermee. Oké, okay, dank u wel, meneer Ganesh. En verder, gezondheid en wat kan de mensen zegenen. Kindje Samaira Roman is op 15 januari 4 jaartjes oud geworden. En kindje Samaira die wil graag een paar mensen blij maken. Zo maken wij dan meneer Ganga Bisoen dan blij met een van de levensmiddelenpakketten van kindje Roman. En van Julven krijgt hij dan ook nog een zak rijst van 10 kilo. Van mevrouw Sahiden Magdumbaks Haider. Zij is op 16 januari, of wordt op 16 januari, 90 jaar oud. Zoon Humphrey Magdumbaks doet de donatie. En namens Sahiden Magdumbaks Haider krijgt meneer Ganga Bisoen een enveloppe met Ganga Basdeel, een enveloppe met 500 SAD, alstublieft. Okay. En ook nog een enveloppe van de heer Stefano Stolk uit Nederland. Ja, van de heer Stefano Stolk uit Nederland, alstublieft. Kusma Tebole, meneer Ganga Basdeel, aan de donateurs. Ah, hoe zou ik Kusma Tebole? Deze, hoe zou ik Bhagwan Deleba? Hem nog een beetje aan de rechter, 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 hem nog een Meneer Ganga Basdeel zegt thank you, dankbaar voor alles wat hij heeft gehad. En brengt dan ook zijn dank uit aan de donateurs met de woorden dat ze heel blij, maar ook heel erg dankbaar zijn voor de donatie. Mevrouw Mina krijgt er ook een van de pakketten van Venetia Slijterij, bestaande uit levensmiddelen, rijst en kippenboot. Dat alles daar namens de complimenten van Venetia Slijterij voor mevrouw Mina en gezin. Mevrouw Mina krijgt ook van Sahiden Magdumbaks Haider. Zij wordt op 16 januari 90 jaar oud. Zoon Humphrey Magdumbaks doet de donatie namens moeder Sahiden Magdumbaks Haider, 500 SAD voor mevrouw Mina. En namens Stefano Stolk uit Nederland. Stefano Stolk uit Nederland, ook een enveloppe met een geldsbedrag. Alsjeblieft, mevrouw Mina, Kusma Tebole, donateurske. Ja, bedankt voor de dame wat is me gestuurd. Ja, heel bedankt hoor. Succes, even moeten bedanken. Dank u wel. Mevrouw Sonia, de John pakketje. Dat is van Venetia Slijterij en Supermarkt. En Venetia Slijterij heeft gedoneerd een pak kippenbout, 5 kilogram rijst en levensmiddelen. Nogmaals met de complimenten van Venetia Slijterij. Mevrouw Sahiden Magdumbaks Haider. Ja, mevrouw Sahiden Magdumbaks Haider. 16 januari wordt deze mevrouw 90 jaar oud. En u krijgt dit van haar zoon Humphrey Magdumbaks. 500 SRD, alstublieft, mevrouw Sonia. En u ziet het mensen, mevrouw Sonia die is slecht ter been. En van een persoon die anoniem wenst te blijven. Een persoon die anoniem wenst te blijven. Iap gaat het huis, 200 SRD, alstublieft. Kusmangatebole, donateurske. Kusmangatebole, John
बहिन नेखन तक यार के नेखन तक ना हमें के बहुत डांग के बल्ला कि एक जलंदी मोह से जाए और के भगवान दुगना देवे कल लड़कन बार बच्चे के सब के ताकत देवे और जो पक्के तब भी है एवो के हम बदांग कला जे हम के दी बात जे एवो वनिशा स्लाइटर रे वनिशा वनिशा स्लाइटर रे एक हम अभी बदांग करेला और जो ई भाई ई एवो भाई जो हम के दी बात एवो को बहुत हम बदांग करेला कि सबन सोचे हैगा गरीब आदमी लोग के कि ओचने एवो लोग के ताकत भगवान देवे दुगना देवे सबके हर परिवार लोग के सबके रक्षा करेगा। Mevrouw Nirmala, u krijgt van Vanisha Slijterij een zak rijst van 5 kilo, levensmiddelen en een pak kippenboot. Nogmaals, dat met de complimenten van Vanisha Slijterij. Van mevrouw Sahiden Magdumbaks-Haider. Mevrouw Sahiden Magdumbaks-Haider wordt op 16 januari 2021 90 jaar oud en haar zoon Humphrey Magdumbaks is zo blij dat hij heeft gemeend om namens zijn moeder of voor haar of voor zijn moeder te doneren. En van mevrouw Sahiden Magdumbaks-Haider krijgt u 500 SRD alstublieft. Van Mahabir, familie Mahabir van Ayush Slijterij. Ja, Mahabir Ayush Slijterij krijgt ook een enveloppe met een geldbedrag. En van een andere mevrouw die anoniem wenst te blijven, van deze mevrouw krijgt u enveloppen met 100 SRD. Wilt u wat zeggen aan alle donateurs? Ik wil alle donateurs heel hartelijk bedanken. Ik heb er veel ervan dat jullie vandaag hier zijn gekomen. Want ik had niks in huis. Ik heb net rijst gebakken en gegeten. Ik had niks. Ik was zo gevallen. Ze waren ook hier komen roven. Ja, de politie is nog bezig. Wanneer is dat? Wanneer was dat? Het is in december gebeurd. Ja. Ik bedank al de donateurs. Dat ze hartelijk worden bedankt. Dat ze maar hebben gekeken en dat het ook zo doorgaat. Dank u wel. Ja, en ik bedank jullie ook. Heel hartelijk, jawel. Ook namens een gezin die anoniem wenst te blijven. Het gezin heeft gedoneerd een zak, een pak rijst van 5 kilo. Ook nog levensmiddelen en een pak kippenboot. Die komt van Joel van Envy. Joel van Envy, dank u wel voor uw kippenboot. En gezin die anoniem wenst te blijven, bedanken wij ook. En dat is dan namens Jepide. Familie Jagai, die krijgt er verder van mevrouw Sahiden Magdumbaks-Haider. Mevrouw Sahiden Magdumbaks-Haider, die wordt er op 16 januari van dit jaar 90 jaar oud. En mevrouw Sahiden, die wordt verwend door haar zoon Humphrey Magdumbaks, want hij doneert het geldbedrag namens zijn moeder, mevrouw Sahiden Magdumbaks-Haider. En hierin zit er 500 SRD voor meneer Jagai. En een heer uit Den Haag, Nederland, die heeft op jullie naam een enveloppe gestuurd. Mevrouw Jagai, je hebt een naam peil. Haar meneer, Pathijs. Deze meneer is uit Den Haag, Nederland, voor familie Jagai aan de Boma, 200 SRD. Kusmate bolle, mevrouw Jagai, subdonateurke. Subdonateurke, mate bolle, heel hartelijk bedankt. Als je pijsje op het Nederland wil hebben, sub heel hartelijk bedankt. Ja. Mevrouw Jagai laat alle donateurs van wie ze wat heeft gehad en haar echtgenoot die er wat heeft gehad, heel hartelijk bedanken. Kaiseba, meneer Jagai, zei het. Wat dan moet je naar Jagai? तनी बीमार हैगा बहुत ना चलन पावे तो गुरुआ में घाव नहीं कर गया अंगूठो में तब उतना पैसा ना रहेगा गई रहा कन्हैया दियाल सिर पे गई रहेगा कन्हैया पर Vroeg net aan mevrouw Jagai, wat is met meneer Jagai? U ziet het, meneer Jagai is een dialyse patiënt en hij is er nu in een rolstoel beland. Rolstoel hebben wij nog vorig jaar 2020 kunnen doneren dankzij gulle donateurs die we altijd erkentelijk en dankbaar zullen blijven. En mevrouw Jagai geeft eraan dat
het niet zo goed gaat met meneer Jagai, een beetje ziek de afgelopen periode. En hij heeft er een wond gehad aan zijn voet. En daarvoor is hij ook naar de dokter geweest. Maar gisteren, ja, maar gisteren is hij er nog gaan dialyseren. Dus we wensen meneer Jagai toch heel veel beterschaps toe. Vooral hoe we zijn pas in het begin van het nieuwjaar 2021. Hopen we het allerbeste ook voor de familie Jagai. Van Jules van Envy krijgt Soraya een pak kippenboot van een gezin die anoniem wenst te blijven, maar dat met alle liefde doet, krijgt Soraya een tas met levensmiddelen en ook nog rijst van deze familie. En van een andere familie die anoniem wenst te blijven, Adult Pampers. Pampers voor volwassenen. Verder krijgt Soraya van mevrouw Sia. Ja, van mevrouw Sia krijg jij een enveloppe met 500 SRD, alstublieft. Dat, ja. Van kindje Samaira Roman. Ja, kindje Samaira Roman is op 15 januari 4 jaar oud geworden. En ook Samaira wilde een donatie doen. En van Samaira krijgt Soraya 100 SRD, alstublieft. Ja, en van de heer Chander, ja, van de heer Chander van Quatta, krijgt u ook een enveloppe, alstublieft, Soraya. Ja, wilde u wat zeggen aan alle donateurs? Bedankt al die donateurs voor die pakketten. Die namen zijn wel veel. En dat kindje die jarig is, of jarig was geweest, feliciteer ik ook. En ik bedank al die donateurs. En ik wens ze alsnog een gezegend nieuwjaar. Ja. U ook, meneer Ganesh, dank u wel. Ja. Wat wij ook even snel onder de aandacht willen brengen, we zijn een paar keren, of we zijn vaker geweest bij Soraya het afgelopen jaar, en de oproep was naar de gemeenschap voor een bed. En dat is dan niet een zomerbed, maar een ziekenhuisbed. Nou, een donateur die anoniem wenst te blijven. Deze mensen hebben ons alleen maar, de mevrouw heeft ons alleen maar gebeld om door te geven dat zij zal doneren. En verder heeft ze de rest gedaan. Dus van hieruit willen we deze mevrouw, die helemaal anoniem wenst te blijven, willen wij dan ook nog van harte bedanken dat zij aan Soraya heeft gedacht. En toch Soraya heeft geholpen met een ziekenhuisbed. Soraya, wilde jij wat van jouw zijde zeggen aan deze mevrouw? Ja, dank u wel mevrouw dat u me hebt geholpen met dat bed. Dank u wel. En ook alsnog een gezegend nieuwjaar voor u. We zijn er thuis bij de familie Jainat. En dit is dan mevrouw Jainat. Die zorgt voor kleine Krishna, haar kleinzoon. Jongetje die met een beperking is geboren. Er is er wat donatie uit de gemeenschap voor de familie Jainat. En zo beginnen we dan met rijst van Jules van Groep NV. Nogmaals, Jules van Groep NV. Die heeft er een zak rijst van 10 kilo gedoneerd. Verder hebben we nog kippenboot. En van het kindje Samaira Roman krijgt familie Jainat ook nog levensmiddelen, want Samaira die is er op 15 januari van dit jaar 4 jaartjes jong geworden. Van de heer Lala Boudram van de Frederica Straat 33. Meneer Boudram die is er onlangs 65 jaar oud geworden. En van Lala Boudram krijgt het jongetje Jainat ook een enveloppe met 500 SRD. Mevrouw Jainat, alstublieft. Aan familie Jainat staat er hierop van Els Albert Helen Malene. Ja, aan familie Jainat van Els Albert Helen en Malene. En dit doen zij voor hun moeder Sumintra Shorshine Autar Binda. Ja, dit doen zij voor mevrouw Sumintra Shorshine Autar Binda. En hierin zit er 300 SRD voor kindje Jainat. En verder is er van mevrouw Ramadien van de Hendrika Veldkampstraat, die 52 jaar oud is geworden. Ja, mevrouw Ramadien van de Hendrika Veldkampstraat, die 52 jaar oud is geworden, voor kindje Jainat, die woont met Nani en Nana, staat hierop 250 SRD. Mevrouw Jainat, Jainat donateurs, wilde u wat zeggen? Ja,
mevrouw Lamadien. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, dit is van mevrouw Outar Binda. Voor mevrouw, voor Sumintra, mevrouw Sumintra. Ja. Ja, heel hartelijk dank ook. Ze is heel hartelijk gefeliciteerd met 65 jaar oud. En die levensmiddelen? Ja, dat is van Samaira. Samaira Roman. Is vier, ja, het kindje is 4 jaar oud geworden, ja. Heel hartelijk gefeliciteerd. En ja, dat 100 jaar lief. En, deze en beide, Boud en Reis, is van Jul van Groep NV. Ook hartelijk dank aan Jul van Groep NV. Heel hartelijk dank. Ja. Hoe is het met Krishna? Krishna, het gaat een beetje. Nu drink hij pap dat overgeven. Hij was verleden naar eerste hulp gegaan. Geen middelen gekregen, medicijnen. Hij is niet zo lekker dus? Nee, niet zo lekker. Maar toch, ik maak me moeite. Ik krijg zoveel pap van Nederland. Maar nu kan hij een beetje alleen drinken. Ja, ja. Is goed, dankjewel hoor. Ja. Ook meneer Koolisser gedenken wij met een van de levensmiddelenpakketten van de jarige Samaira Roman. Samaira is er 4 jaartjes jong geworden en meneer Koolisser, die de ziekte van Parkinson heeft, die krijgt er dan ook levensmiddelen van het kindje Samaira. Reist van een gezin uit het district Kommerwijnen en een pak kippenboot van Jules van NV van Stichting Jippide, bedanken wij al deze donateurs voor hun gesten. Mevrouw Sophie in verband met een verjaardag. Ja, mevrouw Sophie in verband met een verjaardag. Aan meneer Koolisser een enveloppe met 300 SAD, meneer Koolisser. Mevrouw Irene Sarju, ja, mevrouw Irene Sarju, ook een enveloppe aan meneer Koolisser, 200 SRD. En mevrouw Soraya Jagesser, ook een enveloppe met 200 SRD. En als u ziet, wanneer ik het overhandig, dan ziet u hoe de handen van meneer Koolisser beven. Dat is nou de ziekte van Parkinson, het tast jouw zenuwen aan. En dit is uiteindelijk het gevolg. Hij is eens de kostwinner van het huis geweest. U ziet het, heeft er ook nog een kleine zoon. Dus een vader die voor zijn gezin zorgde. Maar vanwege ziekte kan dat allemaal niet meer. Vandaar dat we dan die gemeenschap dankbaar zijn. Dat we middels uw donatie ook meneer Koolisser en gezin hebben kunnen helpen. Ik de Femsapke bedanken, meneer Koolisser. Dankbaar, dankbaar. Dit is de partij, een volop partij. Partij door de gemeente. Chauro rahega bhutu hai yang follow babbe baad dhanpa dela je pathai bhav ke bara dhanpa dhan dela aur vise hum to bemar apne baati koi chi kari hum ya na na samjhil mane Koolisser alleen toen wij binnenstapte, zei meneer Koolisser dat hij een beetje begint te frustreren vanwege het feit dat hij thuis blijft. Hij wil ook een beetje eruit. Hij is een beetje moe om tussen deze 4 muren te zijn. Maar het gezin die heeft er geen vervoer. Dus we hebben aan de familie gevraagd om hem toch een beetje uit te brengen. Al moeten ze dan met een taxi doen, maar dat hij een beetje eruit gaat. Zodat hij zich een beetje toch lekker kan voelen. Tja, is goed. Dank u wel. Ook mevrouw Ambika Datadien krijgt er van kindje Samaira Roman levensmiddelen. Kindje Samaira, John Larkab gaat het huis. Mevrouw Ambika, I Larkab haal Charberis. Ari Larkab gaat het huis. I Saudapani Thorase. En John Hakepa Boudhe, dat is dan van Jul van NV, Ari John Hia Chowerhe, Ipathais Ik Palwar, Ik Gezin, Komowijnense, Abkhatin. Abke Nampe, Ail Ik Envelop, mevrouw Ambika Datadien, van Els, Albert, Helen, Marlene. Nogmaals, aan Ambika Datadien, van Els, Albert, Helen, Marlene. En dit doen zij voor hun moeder, Sumintra Shorshine Outar Binda. Mevrouw Sumintra Shorshine Outar Binda. Abkhat Pathais, ik envelop met 300 SRD, alstublieft.
mevrouw Ambika, Ipathuis mevrouw Siumar Beni Sharmila, mevrouw Sharmila Siumar Beni, Abkhat Pathuis ik envelop alstublieft, in mijn abipaisa, 200 SAD, or mevrouw Sophie, Ekorajanam Dienhe, mevrouw Sophie, Abkhat Pathuis ik envelop met 300 SAD alstublieft. Jenna sponsor hè, mevrouw Ambika, kusmate bola. जी भैया हम आप भैया लोग के बहुत आशीर्वाद देला बहुत धन्यवाद देला मेरा पास कितना है उस सब के हम दे सकीला मैं एगो भगवान से उस सब के खातिर एगो शक्ति मांगीला कि जैसे उस सब हम लोग के याद करे हम लोग के सेवा करे है उन लोग के प्रभु परमात्मा उन लोग के और शक्ति देवे और ताकत देवे और उन लोग के लंबी उम्र जाए उनका बाल गोपाल उन लोग के सदा सुखी से रहे भैया आप लोग जो पठाई लो बाटे एगो दू गो मतलब तीन गो आप लोग के बहुत धन्यवाद है अर्जुन पकेट आई रहेगा वो भाई लोग के भी बहुत धन्यवाद देगा भैया आप लोग के बहुत धन्यवाद हैगा भगवान तले तो हम लोग के संतुष्टि के लिए लंबी उबीर जाए भाई अभी पकड़ चक्कर जितना सा हमारा दे लो बाटो आप लोग के बहुत ही से धन्यवाद मांगेगा कि भगवान आपके और शक्ति देवे मुझ हम लोग तो पुराना बरिश इतना दुख काट के अली बाटी अब हम लोग नवा में अली बाटी तो अब चाहेगा चाहे हम ना रहा आप लोग से खाली भगवान से बेगी कर कि भगवान आप लोग के और शक्ति देवे जो भाई हो ओकर से प्रकार भी सही हो जाए दूर तो बहुत अच्छा बात रहा भैया बहुत धन्यवाद और आपके भैया बहुत धन्यवाद देगा कि भगवान तुके और शक्ति देवे तो हर बाल को पाल बच्छर हो मुझ तो हर जोड़ा परमात्मा बना रहे कि जैसे आप तो आओ होगा सबके सेवा करो हो वैसे सेवा तो हर भगवान करी मुन हाँ वो चीज लोग पर एक हाथ से दे लो दूसरा हाथ से पाइयो भाई हमारे ही काटा बला मुन हमके एगो दुख रहा ना रहा तो हम ना बाकी आपके बहुत धन्यवाद देला कि हम आपके ना छोड़ पा जब लिख हमारी जिंदगी रही तब लिख जरूर तो खुद खबर तो लेवे मुन ये थोड़ा बीमार बाटी आँखी से भी ना देख पाए ना मुझे मुन हमें चाहे एगो दतरा ब्रेल करे कि हमें ब्रेल का पैसा ना जुटे है कि ब्रेल के कारण हम करी और फिर गाड़ी भी टूट गई तो पलंगा देखो ठोके बाटी तो पर से गिर गिर जाए भैया भगवान निकल जा मैं तो चल कर कट के तरीके हाथ हुए सारे के चलत है जीवन बसर कर रखा कभी मुन तो ही लोग के सहारा है तो ही लोग के शक्ति है भगवान कृपा से बगली बेगी खिलत ना करी ला मुन सब दुख लोग के दुख सब भगवान हमके दे हम सबके दुख उठाए के काट के हम सुखी घर से चल जाए तो लोग के आगे बेटा बहुत धन्यवाद फिर एगो चीज भी बोली ना मुन एगो मल्ला तो वो तो से बोले कहेगा अगर इतना सेवा दे तो लोग मैं कर है मुन या अगर जब कभी ना रहा तो हम मांगेगा उमर तो लोग चाहेगा हमारे साथ ही देवे के आए के चाहे एक मुठाई को फूल हमारे दे के धर के सब लोग के हम कल्याण कर लिया बेटा हमारे ही मेहनत हम जैसे हम प्रेम बहु के हम चपैया और जो हमारे सेवा सत्कार करे हैं उनके हम अंधा खा कर ले बाटे अपने दिल में धरब था आप लोग से भी बोलब कि कभी काल के चक्के में मुँह हम लोग के सच्चे जमाना थे हम लोग के लिपते ढेर हो गए और हम लोग कबर में चल गए हम लोग के वास्ता ढेर हो गए मुन हम लगे नहीं आ जाए भी आना है तो ही लोग के सहारा समय से बैठल बाटी मुन जा चक्के में ना रहा तो ही लोग हमारे खर्च करियो और चाहे एगो फूल ला के धर दियो हमारे पाकिट में तो मुफ लोग तो कल देखल भाई हमारे इतना आप लोग के बोले करा कि जो तुम लोग अलो बाटो हम आप लोग के वो से हृदय से धन्यवाद दे ला है प्रभु जो कुछ फूल हो सबसे माफ कर दियो बेटा हाँ यही हमारे बोले करा आप लोग के भाई अगर जब कुछ गलतियाँ बोलो तो आप लोग मजा करिए मुन आपके बहुत धन्यवाद है बेटा आपके भी बेटा ook de familie Doekie gedenken wij en waarom wij ook speciaal terug zijn bij de familie Doekie omdat mevrouw Doekie de vorige keer heeft aangegeven zeer veel problemen te hebben met water want ze hebben geen stromend water uit de kraan, water van SWM. Zij moet steeds water gaan vragen bij de buren en dat is dan ook heel erg zwaar voor haar. Vandaar dat mevrouw Sahiden Magdumbaks Haider, die op 16 januari 90 jaar oud wordt, Iokar Betapathuis, Humphrey Magdumbaks, Appa Moederkatin, Sahiden Magdumbaks Haider, 500 SAD alvast, Boleke alvast zijt Lagaiseke, voor Panikatin. Ik palwaar, anoniem, Saramaka, familie Doekie, Tjona Kietweg, ja, anoniem.
ई पलवार सर मक्का के है अब खत पथाइस एक एनवलप में 200 SRD आस्ती ब्रीफ आर ई पथाइस मने चंदर फन क्वाताचा मने चंदर के पथाइस फेदर जोन हुआ पक्के थे जोन लीफंस मिडल है उपथाइस एक लड़का समायरा रोमान चार बरिस के भल 15 जनवरी के केंच रोमान नीव दात गस्टूर्ड के पबाउट है जूल फन एनवी जूल फन ग्रुप एनवी के पबाउट और जोन चौर है उपथाइस एक पलवार कमवेइन के जिना डोनेटर है कुछ माते बोले ये जो पथाइस है उस सबके बहुत धन्यवाद है और ये पानी का पैसा पता है वो का धन बात है तो वो लग का धन बात तूने ले ले भगवान चाहे सबके घर में भर ले सब चीज से Mevrouw Deokali Binda die kreeg er van Wirush een zak rijst van 10 kilo. Joel van groep NV een pak kippenbout. En van het kindje Samaira Roman. Ja, Samaira Roman, 15 januari, is ze 4 jaar oud geworden. En van haar krijgt u dan een tas met levensmiddelen. Van mevrouw Sahiden Magdumbaks Haider. Mevrouw Sahiden Magdumbaks Haider wordt op 16 januari van dit jaar 90 jaar oud. En dit doet haar zoon Humphrey Magdumbaks. Die doet dan de donatie namens mevrouw Sahiden. En van haar krijgt u 500 SRD alsjeblieft. En dit is ook op uw naam gekomen van de heer Stefano Stolk uit Nederland. De heer Stefano Stolk heeft u een compliment gemaakt, want hij heeft hierop geschreven aan mevrouw Deokali, mevrouw die goed Nederlands kan spreken. En hij heeft er 200 SRD voor u gestuurd. Wil u wat zeggen, mevrouw Deokali, aan alle donateurs? Zoveel mensen, dan moet ik één voor één aan iedereen zeggen. Nee, u mag ze in één keer netjes bedanken. Ja. Ja, hierbij bedank ik aan ieder die wat dan ook voor mij heeft gestuurd. Heel, heel hartelijk dank. En ik zou zeggen heel veel goedheid, gezondheid en heel veel dank en heel veel geluk in deze nieuwe jaar. Kracht en gezondheid aan een ieder. En bedank aan ieder die ook envelop heeft gestuurd en zo. Ik ben ook jarig geweest op 12 januari. 79 jaar. Alsnog gefeliciteerd. Ja, en ik hoop, ik zeg tegen mezelf, ik wil op weg naar 80. Dan mag het einde zijn. En ik bedank nogmaals iedereen, kindje, iedereen, meneer, mevrouw, mensen uit Nederland en iedereen. En jullie ook, TBN-groep, dank jullie. Maar ook, zal ik zeggen, er zijn hier in Suriname toch, ik weet niet of je dit uit de beeld gaat weghalen of niet. Er zijn zoveel mensen jaloers op mij dat jullie dingen voor mij brengen en volop. Ze zitten naar TBN te kijken en dan bellen ze mij en zeggen, door naam leek ik wel een keer. Ik heb een keer naam te boelen. Ik heb een keer deze, ik heb een keer deze, ik heb een keer deze, ik heb een keer en zo. We pijsen was toch van garwa kijk naar banale. Dus in deze vroeger, als het was 50 jaar terug, dan kon je met 500 een hele huis bouwen. Maar in deze tijd met 500 ga je misschien twee stenen krijgen. Dan hoe doe ik dat? Waar ik bijvoorbeeld nog drie mensen die niet werken. Ik werk niet, ik ben zelf een patiënt. Ik heb een halfzijdig verlamde daar. Eentje met de mensen, één werk en... Dan hoe doe je in deze dure tijd? Ja? En dan bellen ze en dan zeggen ze, ik weet niet of ze jaloers zijn, of ze zelf niet krijgen, of wat het is. Maar als ik iets van iemand krijg, is ja, dat... Als ze willen krijgen, is het heel makkelijk. Moeten ze ons contacten? Dat is het. Ja. Dat heb ik die persoon, en het is een mevrouw van 61. Ze zegt het zo vaak en ik vind het zo... Afgelopen week was ik ook zo boos. Ik dacht, ja, ik ga alles zeggen, maar ik weet niet... Misschien als we uit de camera zijn, zal ik haar naam en adres geven. Misschien, ik weet het niet, maar
Waarom moet ze? Niet alleen omdat ze 61 is, moet ze krijgen. Ja. Maar ze moet aan de criteria voldoen. Ja. Is ze alleen, heeft ze het moeilijk, dan pas kunnen we haar helpen. Alleen staande met een zoon van 18. Ja. Ze ons contacten. Ja, dat is de zoon daar ergens in de Dageraadweg waar die watertoren is of zo. En ze heet Ganga Bisoen, is een alleenstaande vrouw. Ze heeft het wel inderdaad moeilijk. Inderdaad heeft ze moeilijk. En ik weet niet waarom die zoon ook school heeft gelaten om zo. Ik zou niet weten. Ja, soms heb ik medelijden, maar soms maak ik me boos. Ik zeg, ja, jullie weten mijn probleem. Allang, niet vandaag, voor ik deze dingen van jullie ging krijgen, van mensen ging krijgen, wisten jullie mijn situatie al. Toen ik nog jong was, wist de hele familie van jullie hoe het met mij staat. Hè? Hoe mijn geval is. Dus ik weet niet, veel mensen zeggen, steeds weer zeggen dergelijke dingen. En ik vind het soms echt niet leuk. Schoffens. Nou, kijk, mensen moeten één ding begrijpen. Mevrouw Deokali, u moet zich niet schuldig voelen. Deze dingen komen vanuit de gemeenschap. Ja. En de gemeenschap die geeft het vaak genoeg op naam. Ja. U hebt enveloppes op naam gehad. Dan moet ik het voor u brengen. Ik kan het voor niemand anders brengen. Ja, dat heb ik er ook gezegd. U doet uw plicht. U krijgt een opdracht en die opdracht vervult u. Precies. Ja, en dat is het. En ik snap het niet waarom ze bepaalde dingen zeggen. Ook mensen hebben mij beschuldigd van zoveel dingen waar ik niet geen contact met ze heb, maar dat wil ik niet in de camera zeggen, straks als ze uit de camera zijn. Ja, en nou, ik zou u zeggen, we kunnen zo uren bezig zijn, mevrouw Deokali, maar ik zou één ding zeggen, als de mensen daadwerkelijk behoefte hebben, ze kennen onze telefoonnummers, ik noem ze constant op, het is ook allemaal in beeld, ja. Ze moeten gewoon contact met ons opnemen, zoals u contact met ons hebt opgenomen, ja. We kennen u nu niet nu, al jaren kennen we u, ja. En vanwege het feit dat mensen uw situatie hebben gezien, hebben ze u geholpen en blijven ze u helpen, ja. Dus als die andere mensen ook vinden dat ze zich gediscrimineerd voelen of dat ze niet geholpen voelen, simpel contact opnemen met ons. We bekijken hun situatie en dan helpen we verder, ja? Ja, dat is zo. Oké. Mevrouw Ramdien, die krijgt ervan een anoniem persoon, maar een jarige. De persoon wordt 60 jaar. En deze persoon die heeft er gemeend te doneren. Een tas met levensmiddelen. Dat is dan deze prachtige tas. Met levensmiddelen. Verder krijgt ze ook nog 5 kilogram rijst. Kippenbout, die komt er van Jules van NV. Ja, rijst. Kippenbout, die is er van Jules van NV. De heer Lala Boudram van de Frederikastraat 33. De heer Lala Boudram van de Frederikastraat 33. Die heeft er voor mevrouw Ramdien een enveloppe gestuurd met 500 SRD. Alsjeblieft, mevrouw Ramdien. En een heer uit Den Haag. Ook voor mevrouw Ramdien, dat staat hierop geschreven, een heer uit Den Haag, voor mevrouw Ramdien, een enveloppe met 200 SRD. Alsjeblieft, wilde u wat zeggen aan alle donateurs? Ja, hartelijk bedankt en veel zegen van de heer en Aapke Jhori, Prabhu Sada Bhara Rahiga. Deze toe hem lukke, hem is te inkerlen heer, hartelijk dank, doenu meneer. Ja, Lala Ram, ne? Ja. Ja, Lala Ram. Meneer Lala Boudram. Oh, Lala Boudram. En de heer? Deze wenst anoniem te blijven. Blijven. Oh, hartelijk dank, meneer anoniem. Hartelijk dank. Ja. Duizendmaal zegen van de heer. Ja, alles, al uw harte wens wat u hebt, alles gaat vervullen namens de heer. Dank u wel, heel hartelijk dank. Dank u wel, mevrouw Ramdien. Nog iets, ik wilde verzoeken voor het gasfornuis, want ik kook, mijn oog is niet zo goed. U heeft een ding gehad, iemand had een gascomfort.
of ja, iemand gaat een gascomfort aan u doneren. En dat krijgt u dan binnenkort. Dat heeft de persoon ons medegedeeld. Dus even geduld hebben. De volgende keer wanneer we komen, vanwege de drukke feestdagen, konden we het niet voor u brengen, want de brug die was er constant vielen. Maar zodra het allemaal een beetje rustig is, dan krijgt u dat dan van deze meneer, ja? Hartelijk dank, alvast hartelijk dank meneer. Prabhu apke jhori sada bhara rahega. En met de complimenten van de verschillende donateurs zijn we dan ook thuis bij mevrouw Santa Kumari. En u ziet het, mevrouw Santa Kumari hebben we gekend als een stevige mevrouw. Maar vanwege ernstige ziekte gaat zij nu zonder ogen alleen maar achteruit. En we zijn daarom de donateurs dankbaar dat we middels hun donatie ook mevrouw Santa Kumari blij kunnen maken. We beginnen dan met de donatie van een familie of van een persoon die anoniem wenst te blijven. Levensmiddelen, dat is dan in de tas daar. En verder, ja, dat is dan deze tas hier met levensmiddelen. Ze krijgt er verder kippenbout van Jules van NV en van dezelfde donateur die de levensmiddelen heeft gedoneerd, krijgt ze dan ook nog een pak rijst van 5 kilo van mevrouw Irene Sarju. Ja, mevrouw Irene Sarju, mevrouw Santa Kumari. Abkhat Pathals, zij heeft voor u gedoneerd 200 SRD, alstublieft. Ja. En ja, even een beetje krapjes hier. Dit is dan van mevrouw Irene Sarju, 200 SRD. Van een mevrouw, die op haar naam namangen. Deze mevrouw wil anoniem blijven. Van deze mevrouw krijgt u 300 SRD, alstublieft. En deze twee enveloppes moet ik gezamenlijk geven. Van Carmen Veldkampstraat. Ja, van mevrouw Carmen Veldkampstraat. En van Muni Hauraweg. Dus deze twee enveloppes. Ze hebben aangegeven dat we het moeten geven aan iemand die ziek is. En vandaar dat we het dan geven aan mevrouw Santa Kumari van Carmen Veldkampstraat en Muni Hauraweg, alstublieft. 150 om 100 SRD, alstublieft. Kusmate bole, mevrouw Santa Kumari. Ja, om. Amang het hee. Amke, maar farpan kamba. Het toilet papier, amang het. Ik ben die amang, jongen, maar ben die dan pat raigel hega. Maar ik wil fan mangila ham. Op je fan naba? Nou, je ziet je fan mara, juruk. Ik wil een fan mangen. Ik was even hier, toen ik de vorige keer was gekomen, heb ik hier wat te hebben, mevrouw Santa Kumari. Heb je dat mangen betalen, toch een kuntje bij? Ja, ik heb kanker, en Facebook, en ik heb een mari viva. En dat er twee dagen geleden is fataal. Toen dat de kaart is. Pidana sai paila. Pidana sai paila. Kusna kawa amze bi. Oi kalisa pa. Pa pa pa. De vorige keer toen we zijn geweest bij mevrouw Santa Kumari huilde ze. Ze kwam nauwelijks uit haar woorden. Maar vandaag heeft ze uiteindelijk willen delen met de gemeenschap wat haar scheelt. Ze heeft kanker. En vandaar dat ze zo snel ook achteruit is gegaan. Ik bedoel, we hebben deze mevrouw, zoals ik het aan het begin zei, als een stevige mevrouw gekend. En kijkt u, binnen no time is ze sterk achteruit gegaan. De afgelopen periode twee keer toe opgenomen in het ziekenhuis. Nu is ze weer thuis. Zegt dat ze de pijnen niet kan verdragen. En wat ze vraagt aan de gemeenschap, een matras voor een tweepersoonsbed als Raad even door naar loopt, zodat mensen die dat willen doneren de grootte kunnen zien. Ze vraagt naar een matras en een ventilator, want dat heeft ze niet. En de warmte kan ze niet verdragen. Dus gemeenschap, we leggen dit aan u voor. En als u bereid bent om dat te doneren, een ventilator en een matras of een matras, kunt u dan altijd contact opnemen met TBN Yepide. Het is mevrouw Santa Kumari. Ja, maar voor
toiletpapier. Ja, maandverband, toiletpapier. Ik hoop dat mensen dat allemaal doneren, dat u dat allemaal kunt krijgen, ja? Ook kleine Daniel krijgt er van Samaira Roman, het kindje dat 4 jaar oud is geworden, Daniel. Rode zak met levensmiddelen, dat heeft een kind van 4 jaar voor jou gestuurd. Haar naam is Samaira Roman. Op 15 januari is ze 4 jaar geworden en dat krijg je dan van haar. Wilde je wat zeggen aan Samaira? Zeg maar. Ga je zeggen dankjewel? Dankjewel. Oké. Okay. Rijst is van de 8-jarige Wirush. Ja, rijst van de 8-jarige Wirush. En levensmiddelen. Kippenboot. Ja, kippenboot is van Jules van Envy. Verder van een mevrouw die anoniem wenst te blijven. Ja, een mevrouw die anoniem wenst te blijven. Maar dat is ook in verband met haar verjaardag. Een enveloppe voor moeder en zoon van 300 SRD, alstublieft. Irene Sarju, ja, mevrouw Irene Sarju, die doneert aan moeder en zoon een enveloppe met 200 SRD, alstublieft. En meneer Chander van Quatta, ja, meneer Chander van Quatta, heb ik enveloppe het huis met geld. Kus bolte, sab donateurke? Ja, ik zou kan bolle, bood danbaat. कि उस बार हम लोग का खादी इतना करे है क्या ऐसे इनके हम लोग के अभी दौर हो जाएगा वन हम लोग के अब कामों ना इतना बीमारी चल रहा है क्या कि हम कोई के घर हम ना जा सके ला कामों करे हम आप लड़का लेके हम घरे बैठे ला हम और हम लोग का भी कोई ना देवे कुछ ना कोई ना कुछ कुछ ना करे है क्या Nou, de moeder van Daniel geeft aan zonder werk te zitten, vooral vanwege COVID-19. Vandaar dat ze dan alle donateurs heel erg dankbaar is dat zij wat heeft gehad, zodat zij en haar kinderen, want ze heeft er nog een zoon, niet alleen kleine Daniel, nog een andere zoon heeft ze. En ze geeft aan dat ze dan toch zo wat heeft voor haar en haar zonen. Een van de pakketten van Venetia Slijterij, bestaande uit levensmiddelen, kippenboot en rijst, doneren wij ook aan mevrouw Safina en haar zoon. En mevrouw Safina, nogmaals, u krijgt dit levensmiddelenpakket van Venetia Slijterij, bestaande uit rijst, 5 kilogram kippenboot en ook nog levensmiddelen. Op uw naam, mevrouw Safina, is er verder een enveloppe gekomen. En dat is van mevrouw Jamila N. Mevrouw Jamila N. in verband met haar 70ste verjaardag heeft voor u en uw zoon een enveloppe gestuurd met 300 SRD, alstublieft. Dit is van mevrouw Jamila N. En namens mevrouw Sahiden Magdumbaks Haider, mevrouw Sahiden Magdumbaks Haider. Zij wordt op 16 januari 90 jaar oud. Haar zoon Humphrey Magdumbaks geeft u dit enveloppe namens haar dus. Dit krijgt u van mevrouw Sahiden Magdumbaks Haider. Maar de zoon Humphrey Magdumbaks die geeft dit dan aan u. 500 SRD alstublieft. Mevrouw Safina, wilde u wat zeggen aan de donateurs? Nou, ik zou zeggen heel hartelijk dank. En Salgra Mubarak ho, je doner karis, bahut bahut shukriya. Waise to kami raha, ma bhoi ke kuch na kuch, bahut bahut shukriya. Mevrouw Safina laat feliciteren, maar ook bedanken. Komt op een juiste tijd, geeft ze aan. Nogmaals de felicitaties en de dankzegging aan alle donateurs. Ook mevrouw Deunat Marhani krijgt er een van de pakketten van Venetia Slijterij, bestaande uit levensmiddelen, kippenboot, rijst. Nogmaals, dat allemaal met de complimenten van Venetia Slijterij. En mevrouw Deurani, die krijgt er namens mevrouw Sahiden Magdumbaks Haider.
Mevrouw Sahiden Magdumbaks-Haider wordt op 16 januari van dit jaar 90 jaar oud. Haar zoon Humphrey Magdumbaks die stuurt dan een enveloppe met 500 SRD. Ik ken je pakkala? Ja, met 500 SRD. En dat is dan allemaal voor deze mevrouw. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Yippide. Onze dank gaat uit naar Venetia Slijterij en Supermarket voor hun donatie. Onze dank aan u dat u ook uw bijdrage hebt willen leveren. En middels uw bijdrage, Venetia Slijterij, heeft er een aantal gezinnen geholpen. Dank gaat verder uit naar de vierjarige Samaira Roman. Het kindje is op 15 januari 4 jaartjes jong geworden. Ze heeft er levensmiddelen gedoneerd en ook nog 4 enveloppes uit haar eigen spaarcentjes. En zo heeft zij dan, want u weet het, vanwege COVID-19 mag men geen feest meer vieren. Maar Samaira, die heeft er dan op deze wijze haar feestje gevierd. En we feliciteren Samaira Roman. Verder gaat onze dank uit naar Julven Groep NV voor de pakken kippenboot welke zij gedoneerd hebben. Julven Groep NV, nogmaals van harte dank. Dank gaat verder uit naar een familie die anoniem, een persoon die anoniem wenst te blijven. Deze persoon die heeft er levensmiddelen, rijst gedoneerd vanwege een verjaardag op 6 februari, 60 jaar oud. Verder gaat onze dank uit naar alle andere personen die op welke wijze dan hun bijdrage hebben geleverd. Is het in deze middels financiën dat u uw enveloppes met inhoud hebt gedoneerd? Onze dank daarvoor is ook heel, heel erg groot. Bent u geïnspireerd geraakt? Wilt u ook iemand helpen? Of kent u ook toevallig iemand bij u in de familie, bij u in de buurt of waar dan ook? En hij of zij heeft er dan ook hulp nodig? U mag er altijd contact opnemen met TBN Yippide op de telefoonnummers 85-74-447, 85-74-447. De administratie 43-99-23 of 87-4x9-3. U kunt ook uw financiële bijdrage doen via onze rekeningnummers die u steeds in beeld krijgt. Verder moet ik niet vergeten om mijn dank ook uit te spreken naar Tristars voor hun donatie, het voertuig dat zij gedoneerd hebben, waarmee wij ook ons werk doen. En verder dank aan cameraman Raj Mahango, Sunny Rambali voor de editing. Ik ben Ganesh Vijay en zeg graag tot de volgende keer.